krijgen, gaat er dus om wie als eerste het worstje weer terug heeft in het bakje. Ja? Deelnemers klaar? En start! Ja, dat is de kortste, maar ook de natste weg. En de eenpaar gaat al onderlaten, hoor. En nou goed omletten dat ze die borst. En netjes ook, oh, blijf maar even 5 seconden staan. 5. Ja, je mag weer door, Jim. Hier op het paaltje heen. Ja, Tim, we gaan door. Oh, koud. De eerste gaat door. Ja, koud. Even kijken. Oh, oh, 5 seconden wachten. 1. Tel maar mee. 2. 5. Ja. Ja, gaan we weer door. Oh, Jim, 5 seconden wachten. Oh, Jesse wil wat kiezen. Ik heb 5 seconden. Ja, dat valt niet mee. 1, 2. Dit is een vis. Oh, ja, hoor. Yes, en Tim. Ik neem dat van de beste mensen, schroom niet om nat te worden tijdens dit spel. Het gaat namelijk straks helaas toch weer regenen. Dus nat worden we top. En ik zie dat de volgende koppel bijna klaar is. Zitten Joost en Celeste weer goed vast? Gaat het lukken, Joost, denk je? Ben je er klaar voor? En Jan en Morris, zijn jullie er al klaar voor? Hebben jullie een grijpbaar eigenlijk? Jij Morris, goed zo. Oké, deelnemers, opgewekt, klaar en start! Ik heb gelijk een voorsprong. Sleep Celeste mee. Deze stiele achteruit. Nou die worst. Ja, nou, wacht nee, onder paaltje. Oh, 5 seconden wacht die worst. 4, 5. Ja, en dan gaan we weer door. En op ziet er wat de verzanders hebben een losse riem. Dus die hebben nou een voordeeltje. Oh, daar valt een worst. Even wachten. 5 seconden wachten. Ja, gaan we weer door. Onder de toren door zijn rode lap door. Celeste houdt het nog. Ja, en Joost heeft hem in het mandje. Joost en Celeste zijn de winnaars. En dan door het. En een applausje voor Joost. De finale van het grote Spaanse spel 2010. Die enorme prijs. Er is nog een klein beetje pijl, ja. En de pijl mag ook van door. Dus wie er nog wil, moet nu halen. Zie ik twee snuitjes? Nee, Celeste heeft geen snuitje. Ze heeft wel een snuitje. Oh ja, ze heeft wel een snuitje nu. Horentjes en een staart. Morris heeft een staart, ja, het ziet er allemaal krachtig uit. Oké, deelnemers, klaar? Opgelet, klaar en start! Ja, dan hier is de finale. Gaat mooi gelijk op. Onder de rode doek door. Nou die worst pakken. Ja, dat is om het paaltje heen. Dit wordt een hele spannende strijd. Nu gaat dit binnen. Het is weer een familie Verzanten. Dan gaat applaus voor Jan en Morris. Dat is niet helemaal fijn. Gaat het goed? De Arbo erbij.
GGD en zo. Dat hebben wij, hebben wij. Ik hoop dat het meevalt. Moet ik beademen? Oké, okay, jongens, een groot applaus voor de vliegers en de winnaars van het spel 2010. Jij, joh. En ik ga gelijk door met de prijsuitreiking. Dus de familie van Zanten, Jan en Morris, zullen deze kant op komen. Dan krijgen jullie gelijk de prijzen uitgereikt. Erin, als jij de worsten verzamelt voor ze en een staart. Die worsten moeten ze meenemen. Ik zou hem zelf hier opeten, misschien een vee. Keurig, die is van waar, heeft de worst af. Dus ik zou ze niet meer eten. Maar kijk eens hier. Ziet dit er niet fantastisch uit? Het leek erop dat jullie uitgeschakeld waren in het begin. Beetje gelukt, een beetje omkoping, dat is inderdaad waar. Maar je toch nog herkansing gekregen. En zoals we vaak, dat zie je vaak, uitgeschakeld blijven. Kwam toch uit de verloren positie terug. Ik kwam hier toch wel. Met als gevolg winnaar in het spel 2010. De borsten zijn helaas afgekomen, die krijg je niet mee. Maar we hebben wel twee prachtige stierenstaarten en een geldprijs. Dames en heren, een groot applaus voor de winnaars, Jan en Morris Verzalten. Goed, dit is het einde van het Spaanse show. We gaan straks weer door met Schoenen. Maar gewoon het droog blijft, dat blijft hier nog even in de show.